Hey allemaal en welkom bij deze nieuwe video. En vandaag heb ik nog een keer een Shein unboxing. Dat is best wel lang geleden. Betekent niet dat ik intussen nooit Shein besteld heb. Maar de unboxings pasten gewoon niet in mijn videoschema. Maar vandaag had ik er wel weer een keer zin in om hem te laten zien. Wat ik hier allemaal geshopt heb. Ik heb het net binnengekregen met de post. Alvast even een beetje uitgepakt. Want anders zit je hier met al die zakjes en gedoe. Want laat ons eerlijk zijn. Shein is nog steeds niet de meest ecologische, ook al ten eerste het komt van heel ver, maar ook qua verpakking nog een keer erbovenop, is het niet de meest ecologische manier van winkelen. Maar het is gewoon leuk. Sorry, ik ben op dat vlak geen goede shopper. Ik ga met één ding beginnen en dat is dit. En dan denk je misschien, wat de fuck is dat? Waarom de fuck koop je dit? Er is wel iemand anders die dit gezien heeft. Namelijk deze meneer. Het is een speeltje voor Noddy. En ik heb al van die balletjes die geluid maken. Dus als dit... Hij staat voor de camera nu. Ik zie mezelf niet. Ik kan niet in ieder geval hier niet meer nog zien. Maar... Kijk, hij is helemaal geïnteresseerd, dus daarom doe ik deze als eerste. Het is dus zo'n vogeltje die geluid maakt als je hem weggooit. En dat ga ik nu doen. Dus als je nu vogelgeluiden op de achtergrond hoort, je weet van waar ze komen. Nee, ik zag die ineens en ik vond die heel leuk. En ik weet hoe leuk dat hij als... Oh, hij heeft hem nu in zijn bek en is hem nu weg. Oké. nee, maar hij heeft al van die balletjes die ook kikkergeluiden en zo maken. En dat vindt hij helemaal geweldig. En hij is ook... helemaal into vogels. Als je buiten vogels ziet, gaat hij helemaal voor het raam zitten. Dus ik zag dit ineens en ik dacht, oh, ik hoor gewoon constant die vogel. Volgens mij is die batterij in no time leeg. Maar oké, we gaan door. Allereerst wil ik even laten zien deze pinnetjes. Ik pak er even mijn laptophoes bij, of nee, mijn laptop-tablethoes. Kijk, ik ben echt into pinnetjes. En vooral... deze kattenpinnetjes, die heb ik allemaal gekocht in een concept cadeau store in Den Haag. Hij zit vlakbij waar de Game Station en zo zit. Ik ken Den Haag best wel goed, maar ik kan niet echt zeggen van dat is die straat en die straat. Het is ergens de Vlamingstraat door, dat weet ik wel, is die winkelstraat en dan daar achter ergens. Ik ben intussen ook twee van Paradise, maar ik vind dit soort pinnetjes dus heel leuk voor op mijn hoes. En nu zag ik ineens op Shein dat ze die pinnetjes die ik al heb, gewoon allemaal daar hebben. Maar voor veel goedkoper. Die pinnetjes heb ik echt tussen de 5 en de 10 euro betaald. Hier waren ze een euro per stuk. Dus ik heb een paar pinnetjes besteld. Stay positive. Ook heel cute. Dan deze kat, zwarte kat op boeken. Vond ik ook een leuke. Deze Spooky Juice. Vond ik ook heel cute. Vooral dat sapje. Er zit ook een kat bij, een zwarte kat hier verstopt. Ja, ik vond het gewoon leuk. En deze met Books Are Better Than People. Deze valt wel iets kleiner uit dan ik gedacht had, maar... ik vind hem zo ontzettend cute. En 1 euro per stuk plus nog een keer mijn korting van Shein erbovenop. Ja, ik ga het in de gaten houden. Ik had ook eentje in mijn wishlist gezet, maar die was al uitverkocht. Die had ik heel vaak voorbij zien komen op TikTok volgens mij. Zo'n metertje, mood meter, zeg maar, van goed naar slecht. maar die was al uitverkocht. Misschien komt die nog een keer terug, maar helaas. Goed, dan heb ik deze scrunchie. Het is niet zomaar een scrunchie. Het is een flikkerende. Zo'n flikkerende, maar dat gaan we niet doen. Want daar kan ik tegenwoordig allemaal niet goed meer tegen. Gewoon een stilstaand licht crunchie. Je had hem in verschillende kleuren. Ik ga eind deze maand naar de Fat Party. Maar toen wist ik het thema nog niet toen ik deze bestelde. Intussen hebben we een thema en ik ben een M&M. Een oranje M&M. Maar ik denk alsnog dat ik wel gewoon deze in mijn haar ga doen. Ik vind het wel ontzettend leuk. En dan doe ik gewoon een staart en dan deze... even zo dubbel eromheen en dan heb je gewoon een superleuk lichtje. Het is toch leuk? Of voor carnaval binnenkort of zo? Nee, binnenkort. Carnaval is in maart. Of februari, I don't know. Maar ja, super handig. Enig nadeel, of nadeel, wat ik snap waarom het is, maar het is niet zo handig. Er zat zo'n dingetje in om die batterij te stoppen nog.
dat het niet de hele reis per ongeluk gaat flikkeren en je batterij leeg is voor je hem krijgt. Maar nu zit dat topdingetje zit in die scrunchie. En ik heb geen flauw idee wat er uit moet krijgen zonder de scrunchie te slopen. Dus ik laat het lekker zitten, maar dat is even een nadeel. Noddy, haal die vogel weg. Ik word de hele tijd die vogel. Ik word er nu al gek van. Volgens mij krijgt hij dit alleen op sommige momenten, niet altijd. Goed. Dan heb ik nog twee niet-kledingdingen. En dat is deze schattige berenbeker. En er zit ook nog een heel koord bij, heb ik hier net gezien. Achter. Zo. Oh, er valt een stokje uit. Wat was dat? Ik weet niet wat er gevallen is. Oh, hier. Wat ben jij? Een trechtertje? Of is het voor dit? Ja, I don't know. Die moet ik nog even uitzoeken. De bedoeling is dat ik hem natuurlijk gewoon zo ga meenemen. En die zag ik ook ineens en ik vond hem zo ontzettend cute. Kijk dan. Er zit ook zo'n handig stopje op dat het niet ineens kan openschieten. Dan kan je drinken. Neem weer dicht, stopje erop. Dan heb ik hier beer mee. Hoe cute. Dat koord is ook wel handig op zich. Even bekijken hoe dit allemaal werkt straks. Oh, nog een stukje rietje. Nee, dit ga ik later even kijken. Maar ik vond hem zo schattig. Ik had ook al zo'n, maar dan in zo'n klein glaasje besteld. Vond ik ook heel schattig. Peren. Peren zijn cute. Ik weet niet van waar mijn... Jawel, ik weet wel waar het vandaan komt. Maar ik ben ineens zo into de beren. I can't. Ik ga even mijn neus net trouwens, anders komt het niet goed. Ik ben echt weer een beetje snotterig aan het worden. Door het kwakkel weer buiten. Dan is het warm, dan is het koud. Goed. En dan heb ik nog één niet-kledingding. En dat is deze. Die heb ik nog niet uitgepakt. Dit is zo'n ultrazone cleansing ding. Noem ik het maar even. Ik weet niet of ik... Oeh, ik doe dit officieel mee. Dan heb ik hem nou aangezet. Oké. Okay. Het is zo'n... Ja, ook weer iets wat ik op TikTok al heel vaak gezien heb. Dan heb je dus het kabeltje bij, gelukkig. Want ik had even storytime. Vorig weekend bij de Action een airco gekocht. En die was ook oplaadbaar via USB. Deze staat naast me. Zo eentje en dan doe je er water in. En dan geeft hij koud water en met een heel mooi lampje en zo. Hadden ze het kabeltje er niet bij gegeven. Dus ik ben hem gaan ruilen gisteren. En ik heb wel een kabeltje gekregen. Maar hier zit een kabeltje bij. Thank God. Anders was het... Het was hetzelfde systeem. Hey. Goed. In ieder geval. Wat is het principe? Je doet hier water in. Je zet hem aan. Dan begint het te trillen. Nu zie je natuurlijk niks. Want ja. Er zit niks in. En dan kan je... Noddy. Don't do it. Dan kan je dingen schoonmaken. En zij laten nu heel mooi... Een bril zien. Maar ik heb het vooral gekocht voor mijn sieraden te cleansen. Dus ik wil hier dan van dat speciale reinigingsspul in doen. En mijn sieraden even deftig reinigen. En dan, ik heb al filmpjes gezien dat je helemaal ziet dat het vuil er zo afkomt. Dus ik ben benieuwd of dit hiermee gaat werken. We gaan het proberen. Ik vind het wel fijn dat hij oplaadbaar is. Dat hij niet de hele tijd in de kabel hoeft te steken ofzo. Dus deze. En die was best wel cheap. Dus ik hoop dat die het ook gewoon goed doet. Oké, en de rest zijn vervolgens nu allemaal kledingdingen. Allereerst heb ik een jurk en die vond ik best wel mooi. Ja, anders zou ik hem niet kopen. Kleding laten zien is altijd moeilijk. Maar dit is het principe. Het is een lange bloemenjurk met bovenaan een soort van zwart t-shirt. En er zit ook nog een lint bij. Voor in je heup te doen. Ik vind het echt een mooie jurk. En ook de stof bevalt me heel erg. Ik vind hem echt... Ja, jullie zien nu alleen het bovenstuk. Maar ik vind hem echt oprecht mooi. Ik vind hem mooier uitvallen dan wat ik had gezien op de foto zelfs. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze gaat vallen. Maar hoe ik hem nu zie... Oh, mijn haar. Denk ik wel dat het allemaal goed komt. Dan heb ik dit t-shirt. Die met een beetje Van Gogh style. Die vond ik gewoon leuk. Een beetje kunstisch. En ik moet sowieso gewoon echt nog een keer... Jeez, mijn haar. Echt,
Ik plak overal. Ik moet dringend mijn kledingkast eventjes gaan uitruimen weer. Want nu ik in een andere afdeling sta, werk ik heel vaak met open schort. Dat je mijn kleding wat meer ziet. In de bakkerij was het lastiger op werk. Want dan werd het vies. Maar nu kan dat gewoon. En ik merk gewoon dat heel veel van mijn t-shirtjes vrij kort vallen. En dat is niet omdat ik extreem dikker geworden ben of zo, integendeel. Ik merk wel dat mijn borsten gegroeid zijn. Ik weet niet of dat kan, waarschijnlijk wel. Maar ja, ik weet niet, ik heb dat idee. En daardoor heb ik altijd al sowieso een grotere maat t-shirt nodig. En kropt het wat meer op. En de basic merken als een Esprit en zo, die maken hun t-shirts al kort. Daar let ik nu ook heel erg op als ik ze koop. Daarom, die van Shein vallen altijd wat langer. Dat vind ik heel fijn. En Primark over het algemeen ook. Maar dus die korte t-shirtjes, die probeer ik een klein beetje meer uit mijn kast te halen. En te investeren in wat langere t-shirts. Dit is er ook zo eentje. Kijk hoe cute. Poes, met muzieknoot. Die is toch super leuk. Ja. Dan heb ik een broek. Een short eigenlijk. Een shortje gekocht, ja, voor de zomer. Hij is lekker lang, dat vind ik fijn. Ik heb hem nog niet aangehad, maar het komt wel goed, denk ik. Het is ook met een elastiek. Er zit een koordje nog in, wat nog extra rekkable is. Nee, ik ben er blij mee. Vanavond ga ik een hele try-on doen, want ik ga zo meteen nog weg, denk ik, na het maken van deze video. Dus ik heb niet echt tijd om het nu nog aan te trekken, maar vanavond trek ik alles even aan en ben benieuwd. Heb ik ook deze zomerse jurk. Ook weer, het is gewoon een lange jurk in hetzelfde motiefje. Maar ja, ik vind het ook weer heel fijn zitten. Het is wel een, ja, hij rekt wel mee, maar het is wel een andere stof. Het is niet zoals die ene. Die andere vind ik iets fijner van stof. Maar ja, kijk, een mooie zomerse jurk. Alvast. Op een dag wordt het wel een keer zomer. Jongens, op een dag. dan had ik dit topje besteld. Deze vind ik wel tegenvallen, want ik bekeek hem net al en hij is heel erg kort. Het is geen kindermaat, het is gewoon echt volwassen maat. Het is deze Hello Kitty, ik vind hem super schattig. Het is ook meer een soort van zwempakstof. Misschien gebruik ik hem daar ook gewoon wel voor in de zomer met een waterbestendig shortje eronder of zo. Ik kan wel de bandjes nog wat trekken. Misschien dat die dan ook iets langer valt nog. Ja, het is meer een crop top. En dat had ik niet gezien toen ik hem kocht. Maar ik vond hem wel leuk. Het is echt zo'n 90s vibe dit. Hij is groot genoeg hoor. Dat gaat er niet om. Maar het is een crop top. En dat stond niet in de beschrijving volgens mij. Of ik heb er overheen gekeken. Maar ik vind hem wel leuk. Misschien als ik hem draag valt het ook wel weer mee. Maar het ziet er wel een beetje kort uit. Goed. En dan heb ik ook nog deze. Oh, ik heb nog één niet-kledingding hierna trouwens. Maar die lag onderaan. Ook nog dit shirt. Ik vond hem er super leuk uitzien op de site. Hij is nog steeds leuk. Maar hij is ook weer in van dat super rekkende t-shirt stof. Ik ben wel blij dat ik hem iets groter gepakt heb. Zodat hij hopelijk niet te veel mijn vormen accentueert. Maar ja, ik had het liever in t-shirtstof gehad. Dat is dan altijd het verwarrende aan Shein. Dat er niet, het zal er wel ergens in kleine lettertjes bij staan. Maar niet echt in beeld van het is die stof. Of ik let er gewoon niet op. Misschien staat het er allemaal wel. Maar zover kijk ik gewoon niet. Ik denk gewoon, oh, leuk mandje, leuk mandje, leuk mandje. En nadien ga ik nog kijken. Oké, wat wil ik echt, wat wil ik misschien toch niet. En zo maak ik een selectie. Maar ja, neem niet weg dat het gewoon een leuk t-shirt is om thuis te dragen. Dus nooit als het echt... het is ook Shein. Het kost allemaal geen geld en het... Wegwerpmaatschappij. Sorry. Ik ben schuldig eraan. I know. Het laatste wat ik heb. Ik heb het papiertje nog even bewaard. Is dit. En dan denk je. Wat de fuck. Ik kwam even uit. Oh, dit ruikt heel erg naar plastic. Boe. Het is dit.
En nu denk je, what the fuck? Nee, kijk, het is dit. Het is eigenlijk voor een baby. Een mat. Dag Noddy. Hallo. Het is een mat, maar het is eigenlijk ook dus voor Noddy. Want ik had gezien dat mensen dit gewoon dus heel leuk voor hun kat kopen. En jij gaat niet in die papiermand zitten. Ik heb hem al speciaal weggepakt. Net. Ongelooflijk. Nee, mensen kopen dit dus ook voor hun kat. Dus hier zitten van die bewegende stukjes in. En je kan dit vullen met water. En dan hebben ze gewoon plezier om ja, achter die dingetjes aan te zitten. En ik had het al gezien op Bol. Maar daar was het een stuk prijziger. Dus ik ging het opzoeken op Shein. En ik zag het ineens. En het was 3 of 4 euro. Ik dacht, hey, I need it. En wil je op... Oh, echt, kat is een heleboel aan het afbreken hier achter de schermen. Nee, ik vond het gewoon ja, leuk om te proberen. Ik hoop alleen dat hij het niet in 2 seconden kapot krijgt met zijn nagels. Maar we zullen zien. Maar ook in het kader vind ik het heel leuk om op YouTube van die kattenvideo's te zien. Met bewegende muisjes en straaltjes en Cat TV heet het. Daar kijken we wel eens naar samen. En dat vindt hij ook heel leuk. Dus ik denk dat hij dit ook wel gaat leuk vinden. Goed. Dat was het. Ik ben helemaal excited. het ene valt iets... Ja, ik heb eigenlijk 2 kledingstukken voorlopig die een beetje tegenvallen. Die Hello Kitty en die t-shirt. Maar we gaan het zien. Ik trek ze aan en we bekijken wel. En anders sowieso die Hello Kitty... Zelfs eigenlijk dat t-shirt kan ik in de zomer gewoon als een soort badpak nog gaan gebruiken. Als ik hier thuis zit. En hiermee kan je gewoon in het water gaan zitten. Misschien kan ik het daarvoor gebruiken. Moet ik even kijken voor zo'n... bijpassend shortje gewoon of zo. Komt wel goed. Ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Ciao!